Dag, welkom bij mijn kanaal Koken met Teven. In deze video ik ga bami klaarmaken. De ingrediënten zijn kool, bosuil, rode peper, tomaten, rode uien, knoflook, baksel, een ei, zout, peper, ketumbar, kecap manis, noedel, water, olie, en kerupuk. Ik ga de kool snijden. Ik snijd de kool. En nu de bosuil. De rode peper, de tomaten, rode uien, knoflook, en nu ga ik de baksel snijden. En nu ga ik de noedel koken. Ik doe het water. Laat de water kookt. Ik kook de noedel over 3 minuten. Het is al 3 minuten. Ik haal de noedel uit de pan.
ik bak de rode uien en knoflook. Nu ik bak de bakso. Ik doe de kool. Bosuil. Rode peper. En tomaat. Roer goed. Ik doe een eitje. Ik ga de noedels doen in de pan. Ik doe het zout. Ja, genoeg zout. Ketchup. Peper. En ketumbar. Mengkut. Ik doe een beetje water in de pan. Roer goed. Een beetje meer water. De bami goreng is klaar. De bami goreng is klaar. Ik servier het met kerupuk. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens in de volgende video.